We zijn familie Lubbers. Ik ben Bart, dit is Sabine. En we zijn hier in Arnhem op ons melkveebedrijf. We zijn hier op zuivelboerderij IJsseloord. Het is een familiebedrijf. Wij doen het eigenlijk met mijn ouders en wij dan met z'n tweeën. We hebben hier een 180 koeien met 130 stuk jongvee. Nee, we hebben op dit bedrijf eigenlijk drie takken van sport. We hebben hier het melkveebedrijf. We hebben een stukje zuivelverwerking, dus het produceren van zuivelproducten. En daarbij hebben we hier een landwinkel op locatie. Wij willen hier op het bedrijf eigenlijk zorgen voor een goede productie onder de koeien. Want wij kunnen de melk erg goed gebruiken in onze zuivelverwerking. Dus daar ligt wel de focus op. Een gezonde koe met een goede productie. Op dit bedrijf hebben we ook een landwinkel en daar verkopen we onze eigen zuivel. Er komen eigenlijk wel heel veel enthousiaste klanten altijd naar onze boerderij toe. Erg van jong tot oud. Ze vinden onze producten gewoon hartstikke lekker. We hebben in het verleden 220 zonnepanelen op het dak gelegd. Dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Dat hebben we samen met onze klanten uit de winkel gedaan. Die hebben het voorgefinancierd en de klanten die konden in de winkel, konden ze dus met een pasje zuivelproducten daarvoor terugkrijgen. We hebben hiervoor een Dulleval koeltank gekozen met eigenlijk een warmteterugwinning erbij en een voorkoeler. Met Dulleval warmteterugwinning die wij op onze melkrobot hebben, bespaar ik zo'n beetje €7500 op jaarbasis. Dat betekent eigenlijk nu dat ik hem in een jaar heb terugverdiend. We hebben gekozen voor de warmteterugwinning van de Leval en de boiler van de Leval. En ja, eigenlijk om ook het plaatje compleet te maken, zodat alles mooi met elkaar communiceerde. We hebben hier op het bedrijf gekozen voor de Leval platenkoeler. Dat bespaart 50% op de energie. En het restwater gaat naar de koeien in een aparte bak. Dat laten we er eigenlijk zo in lopen. Maar die bak is eigenlijk altijd wordt die leeg gehouden, de koeien. Omdat de koeien heel erg graag het lauwe water drinken. Eigenlijk hadden we drie verschillende typen robot op het oog. We hebben veel gekeken bij die drie types. En in eerste instantie ging onze voorkeur uit naar een ander merk. Maar door deze nieuwe Dulleval een paar keer te hebben zien werken en met een aantal enthousiaste boeren te hebben gesproken, zijn we eigenlijk overgegaan op Dulleval robots. Op dit bedrijf hebben we gekozen bij het automatisch melksysteem om een buffervat daarbij aan te koppelen. En dat geeft voor ons wel een hoop gemak. Eigenlijk gaat het proces altijd door. Je hebt nooit dat de koeien bij de robot komen en dat ze denken van we kunnen weer vertrekken of we moeten wachten. En dat werkt eigenlijk prima. We hebben hier gekozen op het bedrijf voor het totaalpakket. Dus en de melkrobots en de hele melkopslag en koeling. Om dat via één partij te doen. En dat is eigenlijk goed bevallen, want die mensen die werken goed samen met elkaar. En dat gaf mij als melkveehouder wel veel rust. Ik denk dat de boer van de toekomst dat die heel erg goed naar zijn omgeving moet kijken. We produceren natuurlijk ook heel erg voor een wereldmarkt, maar we leven in een klein land. En we moeten heel erg het samen doen met z'n allen. Ook het bewustzijn weer creëren bij de burgers, bij de consumenten die onze producten consumeren, om het eigenlijk samen te doen. En dat is natuurlijk de laatste jaren is dat een beetje uit elkaar gegroeid. Maar als we dat nou weer eens met z'n allen konden oppakken, dan kunnen we er wel iets moois van maken, denk ik.